How to play Minecraft hardcore on PS4. Volgens mij zit het wel op de controllerversie, zou het? How to play hardcore survival mode on PS4 Bedrock Edition. On hard mode, no chests, no map. I mean, you're gonna play solo unless you want to play multiplayer to make it even more difficult. If you, I'm assuming they would if it's popular. Let's see the mob spawning. Precise aim. Playing with Brit. Away from down below. Difficulty is hard. And if you guys don't make it as hard as just having to run around, because no one wants to download the behavior and resource. Maarten, maar het kost volgens mij ook nog geld, denk ik, als je hardcore wil spelen. Hoe heet die pack? I'll be sure. Hardcore mode. Hardcore mode. En wat moet dat zijn, pack? Dat is een behavior. Pack types. En mashup. Jullie kun je wel noemen. Tokens free. Nah, dat bestaat niet. A link down below. So let's go ahead. That one is activated. I'm just having to run around because no one wants to walk, especially if your spawn is thousands of blocks away from your builds and stuff. And if you guys don't already have this downloaded, make sure you guys do go download the behavior and resource packs. I'll be sure to hardcore mode BP. Hardcore mode. BP. We doen gewoon alles weg. En ook de tokens, die moeten gewoon 1000 plus. Dat staat hier helemaal niks bij. Die behavior pack, hè. Komt met mooie. Als ik nou hier naartoe ga en ik klik bijvoorbeeld op store templates, scheid, kijk. Ik ga naar active. Je ziet de default gameplay. You have no behavior packs. En bij resource staat get more packs. En hier niet. Dus, en ik heb ook helemaal geen realm hier staan. Naast create, als ik ook naar dit ga, like boy, ja. Yeah. To unlock. Unlocks Backtracker Adventure in Hardcore. You can. Yeah, they will be adding. Maat, we moeten hier even op hebben. Weet je, fuck hardcore. We gaan er gewoon in survival, weet je. En als we doodgaan, spelen we er niet meer op. Dat is gewoon de deal, weet je. Dan gaan we dat zo doen. We zetten hem eens op hard. Nee, we zetten hem op gewoon op easy. Show coordinates, no cheats. Echt no cheats, zeg ik dan. En no motherfucking cheats. Henny. En dan bonus chest natuurlijk. En dan kijken we eens naar de resource pack van Minecraft. Want ik heb trouwens het gedaan met die jongen online play, die jongen exposed. Ja. Don't kill animals, weet je, Peter, als je dit ziet, fuck jou. Want
als jij moest overleven, en je gaat nu wel zeggen misschien van nee, maar als jullie moesten overleven, jullie kiesten jullie eigen leven over een, jullie kiesten een dier zijn leven over jou, ja, dikke reetje, je vreet dat dier natuurlijk gewoon op, en dat weten we ook, dat weten we allemaal. Dus we vergeven je. De beacon is powerful item that can only be made by... Mijn muis en sensitivity die zegt hallo, jonge man, hoe is het met jou? Want mijn muis en sensitivity die dacht ook zo van wow, wow, what's going on? Hey! Yo, dat is wel insane. Het ziet er pretty much normaal uit. Dat is altijd, denk ik. Oh, wow. Dit ziet niet normaal uit. Yo, what? What? What, gast? Are you kidding me? Fuck. Maat. Yo, gast. Villagers zien er ook gewoon weer allemaal normaal uit. Bijna. Oh, het geluid. Wil je treden? Ja, jij wil wel treden. Finger cut update. Oh ja, dat is een smiddy. Hey, dat betekent... Oh, iron sword. Ja, papa, alsjeblieft. Don't mind if I do. Oh, nu heeft hij geen werk. En wat als ik hem weer plaats? Mijn boy heeft veel werk. Mijn boy heeft veel werk. Nou, ik gun hem zijn werk, man. Kom op. Ik gun mijn boy zijn werk, weet je. Oeh, boots. Damn, boy. Damn, boy. We hebben alleen maar twee kisten nu, dus dan doe ik deze nog pakken. Ey. Mijn boy. Oh, je hebt nu ook een baantje. Ey, kom mee. Kom mee. Oh, een paardje en een kimpie. Een kimpie, kimpie, kimpie. Kimpie de jimpie. Wompaté. Nou, forgive me for my sins. A bots. Ja, forgive me for my sins. Dank u zoon dat je mij vergeeft. God. Ja, ik gun jou, man. Maar weet je wat ik wel jou niet gun? Dat. Die zijn van mij. Ja, donkerzeun. Donkerzeun voor de ovens. Je mag dat tering ding houden, die gebruik ik toch niet. Dus ja, weet je. Het was hem, of het was hem niet. Het donkje wel voor je bed. Ik ga je bed ook even meenemen als je niet erg vindt. Stel je voor, je ziet diamanten in de kist liggen. Nee, wat doe je? We pakken ze bed. Zo doen we dat, we pakken ze bed. Nee, we hoeven niet de diamanten, we hoeven geen iron, we hoeven geen gold. Nee, we pakken ze bed. Waarom iron en gold pakken als we ze bed kunnen pakken? Ja. Ik weet niet wat het is, maar ik vind de resource... Wow. Vind ik de resource pack heel mooi, echt. Ik weet niet wat het heeft, maar het heeft iets. Echt, het heeft iets heel anders. Ik heb een gevoel ook dat spullen anders uitzien. Dirt en zo en dit. En shit. Ik heb eigenlijk gevoel alsof alles anders uitziet, snap je? Klinkt zo raar. Wacht. Hebel ziet er ook anders uit. Gosh, betekent dat we ook de oude farm en zo die shit terug hebben? Ja, de varkens zien er ook heel anders uit dan de kippen. Cody, what's going?
Bro, hebben we zojuist oude Minecraft gekraakt? Did we just hack old Minecraft, bro? What are you doing? Nee! Gast! Malse makkers, moeten jullie kijken? Herkennen jullie deze nog? Dames en heren, herkennen jullie deze nog? Yo! De resource pack werkt! You check the weed! Yo! Weet je hoe ik deze zo mooi... Ik vond deze zo mooi! Kijk! Oh, de oude seeds zijn ook weer terug! Oh, wat een strijder! Oh my god! Maat, jij zit daar eens even gebakken. Jij zit daar gebakken, hè? Oh, wow, 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 hey. Nou, dankjewel voor je 2 stukken iron. Ja, toch? Is gewoon een gratis vaatje erbij. Of niet soms, of niet. Hebben of niet, hebben of niet. Hey, sorry man. Oh, ja, jij bent dood, je bent hartstikke moe. Zit er een zadeltje op jou? Nee, maar oh, ik laat jullie alleen. Ik laat jullie alleen. Ik laat jullie alleen. Maat. Hey, Bale. Maat, kijk hoeveel hooi. What the fuck, man. Dat hooi is gewoon ongezond geworden, weet je dat? Dat hooi, dat mag niet. Dat is gewoon te veel. Dat is niet, dat mag niet van de kerk. Over het kerk gesproken, hè? Daar is een kerk. Gas nog meer hooi. Are you kidding me? Hoeveel blacksmiths zijn er hier? Want ik zie er eigenlijk gewoon een stuk of 5. Gas, liggen naar mij of is de oude texture pack gewoon echt terug? Yo, het ziet er echt maf uit, man. Kijk de bomen, dat ziet er ook gewoon. Ja, man, dat is niet snik. Iets klopt niet. Er klopt iets niet. Ik meen het. En als ik zeg er klopt iets niet, dan klopt het ook niet. Iets klopt niet. Bullshit. Hey, waarom de fuck. Maat, ik heb 3 stacks van brood. Wat? Ik hoef gewoon geen dieren dood te maken, want ik heb gewoon fucking 3 stacks van brood. Hey, als er iemand niet doodgaat aan honger, zijn wij het. What the fuck, man. Yo, een brewing stand. Fuck die blazerots. Wij hebben er geen nodig. Dank je, zoon. Wij hebben de brewing stand al. Wij hoeven geen naar de fortress. Oh jawel, fucking hell. Weet je, we gaan dit geen Hunger Games maken of Adventure. Want ik vind dit best wel eigenlijk een mooie map. Oprecht, ik ben eerlijk met je. Ik vind het een mooie map. Alsnog moet je sterven, Barken. Dat geeft je ook geen free pass om te blijven leven. Nee, je krijgt geen free pass. Niet bij mij, niet morgen, niet overmorgen. En jij ook niet. Dat betekent dus jij ook niet, makker. Nee, en jij ook niet. En jouw pakking moet erbij. En dan kom ik zo 360. Ik weet dat je hier zit. Ah. Oh, what the fuck is dit? Ah, hier kan ik best wel wat steen even krijgen. Is aardig wat steen, weet je. We gaan voor een stekje. Waarom de fuck ga je voor een stek? Omdat ik ga bijl maken, ik ga een schep maken, ik ga pickaxes maken, ik ga dit maken, ik ga dat maken. Weet je, ik ga alvast packen voor de tijden die er gaan komen. Weet je wat ik dadelijk ga doen, jongens? Ik ga dadelijk slapen. Ja, ik ga slapen. Oh. What the fuck is daaronder? Daar zullen wij nu achter komen. Nou, ik weet dat hier zit. Dank u, zoon. Hier zitten stukjes kool. Dank u, zoon. Dan
kunnen we torches mee maken en kunnen we ijzer krijgen. Maar het ging zo lekker. Hoeveel kool hebben we? Oh, dankezoon, we hebben 7 kool. Dankezoon, oh. Maat. Boop. Ik hoor een slime. Oh, je houdt je bek dicht. Ik hoor een spin. Ik hoor een spin. Ik vind mijn leven nu al niks worden. Ik vind mijn leven nu al niks worden. Mag ik alsjeblieft even een rip in de chat, alsjeblieft? Alsjeblieft. Ik ga dit niet lang overleven, ik zeg het je. Ja. Ja. Oh, dit klinkt echt niet goed, man. Lava. Oh, dit is wel oude Minecraft. Kijk naar de lava. Au. Ren. Jee, dames en heren. Ik leef nog en ik zie iron. Oh, een baby slime. Ja, papa. Dank je, zoon. Dan hebben wij misschien een stukje slime. En ik zeg, dames en heren, misschien, mevrouw, laten we hopen. Ah, nee, ik speel. Ah, dit spel heeft mij gefucking flashed. Hey, dat is water. En er is meer kool, dus dat kool, dat pak ik wel met plezier, hoor. Dat, hey, daar gaan we niet over klagen, weet je. Daar gaan we niet over klagen, dat hoeft niet. Waarom ruzie maken ze niet hoeven, ze gewoon de kool kunnen pakken. Yo, we hebben een hele ader. Damn, bro, damn. Oh shit, oké. Okay. Laten we kijken hoeveel hierin zit, in totaal. Laten we kijken. Want we hadden al onze kooltjes namelijk opgemaakt. Ik vind de texture pack echt trouwens heel mooi. Want de lava ziet er ook echt helemaal fresh uit. Dat vind ik wel echt heel mooi. Laten we kijken hoeveel kool dit is. Holy shit, man. Oké, okay, dit is alles cool. Kijk maar, ja. Dus, geef mij even, ja. 22 kool. Yo, gast. En we hebben 28 sticks, dus dat betekent dankezoon voor de 64 toortjes. Dankezoon, Mattie. Ja, dit brood moet ik wel bij me hebben, hè. Dat, maar anders mag ik niet leven van de kerk. Wow, what the fuck? Wat ben ik? Maar ik word helemaal in de put gegooid, broer. Yo. Wat is dit voor zieke plek? Oh, maat. Kijk deze shit hier, ouwe. Zien jullie dit? Oei, oei, oei. What the fuck? What the fuck ging dat over? What the fuck, man? Hadden jullie dat gezien? We pakken even wol. Hey. Pakken even ander stukje wol. En dan doen we dat even afblokken hier, want echt. What the fuck, guys? Hadden jullie dat net gezien? Wow. Heel stuk gravel gewoon meegebokt. Ja, we kunnen ook net zo goed charcoal gaan maken, als ik eerlijk ben. Want weet je, charcoal is ook makkelijk om te maken. Ja, weet je. Maar we moeten ook die levels krijgen. En die levels die krijg je ook van kool. Snap je? Dus ja, waarom niet? Daar, hoppa. Ja, dat ga ik niet doen even, maar... Hij is er ook weg. Oh, one hit. Nice job. Onze main goal is eigenlijk zoeken naar iron, maar ja. Hey! Surprise! Bitch, get clapped,
Ga slapen, papa. Oh, hij heeft een boog gedropt. Wat een kutzooi. Hoe low is de HP? Jezus, man. Kan het misschien nog iets lager? Alsjeblieft, en zeg. What the fuck. What the fuck, gast. Ik hoor nog een skelet. Dat ding was skra. Pa, 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 ka. Piep, piep, pa, pa. Boep, 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 boem. Skia. Boep, 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 boem. Boem, boem. Ja, doe nou. Ik heb ook eigenlijk echt geen zin in dat. Ik vind het best wel een kutlied eigenlijk. Nee, niet de beetroot. Want de beetroot is gay. Hey. Oh, ik ruik 8. Ik ruik 8. Mooi. 8 stukjes. Een sap. 10. Lekker bezig. 12. Oké. Wat? Yo. Ja toch. Dat was een mooie aardig. Dat was een mooie. Oh, dit gaat nog verder. Bada! Waar ligt zijn boog? Weer zo'n kutzooi. Man. Ja, 2 pijlen. Daar kunnen we misschien nog eens een keer iets mee doen. Oh. Oeh, dit gaat nog verder. Maar nou waar? Oh, maat. Hebben jullie trouwens gezien hoe laag we zijn? Oh, kijk hoe mooi. Hey, Mattie. Oh. Dat was echt een 1 miljoen IQ play. Wow, hebben jullie dat gezien? Wow, gast. Hey, we hadden toch 5 iron? Heb ik echt een bucket gemaakt met mijn kutkop? Nee, hou je kutback. Ja, dan kan ik het net zo goed gaan gebruiken voor een bucket of lava. Oh, zien jullie de lava? Normaal doet hij dat helemaal niet. Oh, dat is lijp. Heeft hij dat ook bij het water? Want bij het water had hij dat vroeger ook altijd. Oh, bij het water gaat nu ook het water erover. Olaai. Oké, dan moeten we nog ietsjes hoger zitten, maar we kunnen dat altijd nog hier. Oh, yo. Check dit dan. Oh, dit gaat ook heel lekker hoor. Ping. Oh, nee, nu. Ding. Oh, getimed. Olaai. Lekker bezig toch? Oh, hier nog een stukje. Ja, wat is hier? Nog meer iron. Ik zei nog, we zitten ons vandaag focus op iron. Dus ik kom wel packed naar huis. Ja, ik kom wel packed naar huis hoor. Dat, ja, daar hoef ik me niet zorgen om te maken. Dat ik niet naar huis kom met lege handjes. Dat Nee. Daar hoef ik me niet zorgen om te maken. Oh, lapis lazuli. Gast, dat hebben we echt nodig. Furnace, we hebben 2 sticks. We moeten nog 1 iron. Dus als we het kunnen... Maar het kun je gewoon bijlen erin gooien. Dan gooi ik me gewoon mijn houten bijl of zo erin. Kijk, dan kun je je bijl erin gooien. Ja hoor.
Het kan. Hé, ik heb het net gehaald. Daar gaat mijn bijl. Daar gaat mijn bijl die nog meer waard was dan dat ene stukje. Ja, dat weten we allemaal. Oké. Okay. Wat doe ik? Zo, en dan pakken wij... Oh ja, ik heb nu wel wat meer plek. Oh man. Check dit dan. Nog meer. Ja, dat is wel mooi om te zien. Dat 25, ja kijk, dan zitten we al te praten over een mooi bedrag. Dan kunnen we gelijk wat redstone meenemen. Waarom niet? Ik denk dat ik even ga water klimmen. Omdat ik naar boven moet komen. Ach, ik moet het wel even slim spelen. Wel even slim doen. Kom op. 1 miljoen IQ, kom op. Uit. Oké. Daarom heb ik het water gepakt. Wat ook alweer al het licht heeft gedimd, maar waarvoor ik toch dit heb. Safe. Oké. Nee, hou je muil. Zagen jullie dat? Oh, dat was zo'n flash. Yes. Daar. Een torch. Weet je, ik ben nog nieuw met water klimmen, dus ik zeg het je alleen. Ja, kijk, dat kan ik wel. Even een spot. Oh my god, ik ben zo lucky vandaag. Ik zeg het je, ik ben lucky. Nee. Ik heb de boekelijke jeugd. Nee, kom op. Er is een skelet daar, we moeten gaan. We moeten nu onze kans nemen, anders worden we doodgemaakt door zo'n skelet. En daar heb ik echt geen zin in. Nee, niet vandaag. Nee. Blijven zwemmen. Hey, respect. Respect. Ik wil gewoon eens wat met het water proberen, weet je. Het leek me gewoon interessant.
Zoek aan de hoek. Gast. 1 miljoen IQ. Alsnog zit ik op 51, hè. Oh, oh, oh. Ja, ja toch. Nog meer ijzer dan dat ik al had. Ja toch. Gast, we kunnen heel allemaal armen. We kunnen gewoon armen maken. We kunnen tools maken. We kunnen alles. We hebben gewoon 46. Ik dacht eigenlijk voor de hele stack hadden ook het. Eigenlijk was die bucket wel handig. Dat, En dan rond bij de 60, 70 zijn we boven. Denk ik. Ja, oprecht. Ik denk het wel. Oh ja. Oh, kijk. Kijk, we zijn er. En we gaan een plekje. Een tweede village. Oh, het is dezelfde. Alles voor de XP. Volgens mij is dit dezelfde. Neem ik aan. Ik neem aan dat dit dezelfde is. Sta we goed op. Ja, dit is over. Hoi. Moet je visie hebben die ik niet heb. Sorry man bro. Wat is dat? Stonecutter. Ja, weet je, dat is... En dat soort shit. Als hier nog de brewerie in zit, weet je. Ja, dat is hem. Dat is die village. Oh, een kippie. Hey, dat is eten. Neem dat eens even gauw mee. Dat dacht ik toch. Die veer die boeit me eigenlijk. Ja, wat is hier aan de hand? Zit voor een menigte. Hey, wat wil jij? 20 voor een maat. En dan dit voor een brood. 6 brood. Dat is eigenlijk letterlijk weer hetzelfde, maar ja. Waarom jij denken dat ik achterlijk ben? Ha, jij denken dat ik achterlijk ben, hè? Huh? Stupid. Oh, maat. Die dingen, die schrooms. Kennen jullie die dingen nog? Ja, man. Wat huilen is dit? Die ene tochtje, die mag ook de bok doorkrijgen. Where is in the pedestal? Is dit een rode? Maar waar blijven de paddenstoelen? Ik voel me opgelicht. Ik ga de politie bellen. Oh, daar zijn we. We zitten al bij 5. Volgens mij kun je die ding ook gebruiken voor iets. Denk ik. Je 10 zou wel een leuk aantal zijn. Oké, we hebben er weer 10. Uit de laatste paar kregen we weer gewoon een fucking stack. 1 miljoen lading van dingen. Spin. Waar? Please, vertel mij. Ik kan het eigenlijk oprecht goed gebruiken. Maat. Kijk op mijn iron. Gast. Ja, ik wist het. Ik trapte er ook extra niet in. Oké. Dus ik trapte er wel in. Story of my life. Oh. Ja, daar komt ie.
Got him. Hoe vol is zijn boog? Ah, die is slechter. Ja, dan is die beter. Kunnen we hem eens testen? Ah, dit loopt dood. Interessant. Interessant. Oké. Stack of iron, boys. We gaan ervoor. We gaan ervoor, boys. We gaan dit halen. The boys know. The boys know. We hebben het gehaald. Nog één. Nog één. Alsjeblieft, jongens. Ja. Ja, we hebben het gehaald. Eén stack. Holy shit. Mijn doel, mijn levensdoel is bereikt. My life has no purpose anymore. It is time, my brother. So you have chosen death. Weet je, we gaan. We switchen wel even van plekken. We switchen van plekken. Oh ja, je bent mooi. Verlicht, malse makker. Weet je, het is interessant als we jou bij een fonteintje kunnen maken. Natuurlijk. My pleasure. Oh, ik dacht even dat de lava door bleef gaan. Ik vind het liedje een creepy iets hebben. Oh. Kut, geen string. Uit. Nog een creeper hier volgens mij. Ja. Mijn boy is aan het stikken. Nee. Waarom moest je stikken, bro? Rip Gerald de creeper. Is doodgegaan omdat hij stikte. Stel je eens voor. Mijn boy dropt ook geen string. Uit en dan uit klei maar geen spin. Oké, ik ga dus springen en proberen zo deze en dan komt hij op het land als het goed is, hoop ik. De tactiek, het werkt. We kunnen een vishengel maken. Oké, we maken een dirt house. Oké. We maken een huisje van dirt. Voor de mensen die denken van, wat ga je doen? Ik ga een huisje van dirt maken. Ik ga eens iets proberen. Wacht. Trash, absolute garbage, ga slapen. En jij bent, nee, dat wil ik liever aan. Dan maak ik hem liever one hit, weet je. Snap je? Uit. Heb ik PvP'er in de battle? Ik ben te pro voor dit spel.
Hallo. Ik heb jou nodig om een visengel te maken. Sta je voor je kop gewoon iemand toe. Hey, mag ik jou alsjeblieft doen? Ik heb jou nodig om een visengel te maken. Ja hoor, dat maar. Hey. Man wordt agressief. Als ik zeg hij wordt agressief, dan wordt hij agressief. Dus laten we ons niet gaan mengen met hem. Hij is een boze jongen. Dat hebben we al gezien. Dat hebben we al kunnen merken. Het heeft hij ook wel laten merken. Dus. This is my house. You cannot park your auto here. It's not safe parkeerplaats. Ja. Yeah. How dare you come here? Yeah, you cannot come here, hè? Is not goed. How dare you come here? Yes. I don't know how you dare to come here, maar you still dare to come. Je lult. Kijk de Iron. Je ziet het gewoon al. Hou op. Hou gewoon op, gast. Ja. Het is gewoon lachwekkend deze shit, echt. Ik zei. Het is toch nog 4 of zo? Ik zei. Extra mayonaise. We hebben. Oké, dit is wel echt genoeg, man. We hebben. Zoveel. Ah, kom op, man. We vullen de grond. Ja, lekker. Op. I present to you Zif Hans Zif Lammerwerpa. I present to you Hans Vlammenwerpa 2.0. Ai, maat, waarom zo fucking. Omdat je mij zoveel damage hebt gedaan, hè? Doe ik jouw hele leven kapot maken. Ik maak jouw hele kont kapot, man. Fuck jou. Echt wel, wat een klootzak is dat ventje. Die koude zombie, hè? Nee, man, ik mag ze niet. In de nieuwe texture pack of in de oude texture pack. Fuck ze, man. Kom op. Ik ben bezig met mijn huis. Zie je dat niet? Ben je fucking schil? Geen enkel soort van fatsoen, man. Kom op. Ze hebben geen fatsoen. Ik ben rustig even mijn os aan het maken. Maar dan gaan ze mijn hele ding... Moeten ze een beetje kapot te maken. Ik kan eigenlijk helemaal niet leuk vinden, man. Ik geef eerlijke toe. Je dikke bolle moeder. Weet je, die HP die boeit me echt geen kut met mijn huis. Kom op, man. Mele os. Mijn os. Maar kom op, man. Niemand heeft respect voor mijn huis. Kolo kutcreeper. Ik was net van die kolo kutcreepers af, man. Kom op. Ah, ik heb nog niet eens durft over, man. Die kolo kut creeper. Die heeft mijn hele huis liggen mollen, man. Aan zijn haar. What the fuck? Kom uit me. Raak mij. Je kolo ding. Denk jij? Wat denk jij? Wie denk je dat je bent? Wie denk je dat je flasht? Oh, ga je me hitten? Ja. Trash. Weet je wat jij moet doen, meneer? Jij moet aim gaan zoeken. Het donker zijn, je bent hartstikke moe.
Je moet aim gaan zoeken. Je moet eventjes snel aim gaan zoeken. We hebben 3 pijlen. Weet je wat dat betekent, dames en heren? Dat betekent dat we gaan schieten. Hey, ik hoor een skelet. Dat vind ik niet leuk. Ik vind die skeletten, ik zeg het je eerlijk, ik vind ze kut, man. Ik mag ze niet. Die skeletten die van Nuki, de hele sfeer, die... jullie kennen allemaal Face Jarvis, hè? Ja, dat is gewoon Face Jarvis. De grootste bullshit en oneerlijkheid in één. Ja, man. Hey, heb respect voor mij. Ik heb het gevuld. En nu... ik heb nog steeds huisschade. Verzekering, die werkt niet. Omdat de verzekering, die zei tegen mij... Hou je kut, Mijl. Dat is zo is leven eenmaal. En dan, ja. Man zat helemaal feit te spugen. En dan maak je mee voor 3 keer. Als ik eigenlijk eerlijk ben, maakte mij eigenlijk wel een beetje verdrietig. Zeg maar, ik was namelijk een beetje bezig, Mos. Ja, ik vind het wel echt kut, man. Dat mijn huis op deze manier kapot ging, man. Kom op. Ging even, dus even... Even, toch wel even pijn, doet pijn van binnen, man. Weet je? Ik heb het gevoel bij wanneer je gewoon je kolo harde best hebt gedaan. Hij kreeg dan deze shit. Weet je, dan denk je ook zo van, hé, heb ik hier nou weer mijn best voor gedaan. Voor dit, om dit te krijgen. Dat mijn os kapot moet. Hé. Twee stukjes dirt, kom op, man. Yeah, kan ik respect krijgen? Yeah, boy. Check dat. De pans voor Hans gaat die vlammen weg, pa. Tjoegie, tjoegie, wiska, hier wel, boekie. Mania. Ze zo even een project maken, hè. Dames en heren, jullie kennen mijn project misschien, wat ik wel gaan maken. Ik had het al gezegd. Moos in de kieken. Dat is te mooi. Dat is te mooi. Hé, hey, Mattie, wie heeft gezegd dat je dat zo mag? Wie heeft jou toestemming gegeven? Ik zei extra mayonaise. Nou. Alles wat ik weet is dat de hoekjes vol gaan. Sustain. Ah, yogi, yogi, alle mila, yogi, yogi, Mariama hier, ha. Wow, jij bent lelijk. En jij bent ook hartstikke lelijk. Jij gaat in de strafput. Dit is de strafput. Voor mensen die denken van... Wow!
En dit is dan voor dieren die dan willen scheiden. Jij moet in de strafbud, zei ik. Kom hier. Dat is kleden quickly. Oké. Deze moet toch naar binnen, dus ja, weet je wat is het verschil? Dat alles in de motherfucking kist gaat. Mijn meth lab uit. Hey, respect naar mijn os. Nee, wacht even. Die is ook al hoe langer mijn bomen te hakken. Ze is gewoon hier. We hebben 12 oud. Dank u zoon. Hey. 6 deuren hebben wij. We hebben 6 deuren. Andere 4. Weet je waar die gaan? In de kist. Nou, we hebben een huisje. Dit is het einde van de stream. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van de stream. Ik hoop, dat was het eigenlijk zo wat. Maar, ja. Peace.